Oké, vandaag heb ik heel toevallig eigenlijk een feature ontdekt van de YouTube upload met Chrome. Maar ik heb nu heel toevallig ontdekt, ik heb een heel trage internetverbinding. Dat is een van de nadelen van het wonen op het platteland. Dus ik heb een ADSL-lijn nog. Dus je hebt VDSL, wat eigenlijk een combinatie is van twee telefoonlijnen, denk ik, om hogere snelheden te halen. Terwijl ADSL is echt één enkele telefoonlijn. En daarbij is ook nog eens de afstand van de woning tegenover de telefooncentrale van belang. En zoals ik al zei, ik woon afgelegen. Dus dat betekent dat ik een vrij traag internet heb. Je ziet hier bijvoorbeeld die upload die bezig is op mijn scherm. 22% geüpload. Dat is een video van, ben snel aan het zien, 370 megabyte, bijna 400 megabyte. En dat kost dus bijna 2 uur om dat te gaan uploaden. Dus ik heb en dit is via bekabeling, dus het is niet eens wifi gerelateerd. Mijn 4G-verbinding op mijn telefoon is veel sneller. Dus heel vaak ben ik aan het uploaden. En dan ligt eigenlijk alles in huis stil. Dus dat probeer ik 's nachts te doen. Maar dan gebeurt het dat ik overdag toch een upload start. En dat ik plots internet nodig heb of iemand anders wil Netflix kijken of zo, dan kan ik dat niet combineren. Dus dan moet ik die upload stopzetten. En ik heb nu ontdekt, dus we zitten hier nu aan die upload, hier die van 23% ondertussen. Ik heb nu ontdekt, als je die tab wilt afsluiten, krijg je altijd een melding van we de website verlaten, want je bent bezig met dingen en gaat je content verliezen. En tot, ik heb lang gedacht dat je dan effectieve content verliest. Maar je zult zien, als ik hier nu afsluit, en dan ga ik opnieuw. Ja, ik heb de browser niet volledig afgesloten, want ik weet niet of je de browser mag afsluiten. Maar ik heb wel de tab afgesloten, dus de upload is gestopt. En als ik nu terug een upload toe. En dan drop ik diezelfde video daar terug in. Dus dat was die auto-ISO video. Dan zie je upload en behandeling. En gaat automatisch direct terug naar die 23%. Dus hij hervat echt de upload die eerder al bezig was. En echt een, voor mij een prachtige feature. Ik zal nu eens testen wat ook gebeurt als ik Chrome volledig afsluit. En nu is Chrome nog open, maar als ik die nu volledig afsluit en dan start ik Chrome opnieuw op. En dan ga ik opnieuw naar een upload. En ik drag en drop. En met een beetje geluk, ja, hervat hem opnieuw. Dus voor mij een superhandige feature. Ik wist niet dat het mogelijk was. Vroeger delete ik dan altijd die half upgeloude video. Gewoon omdat ik dacht dat die toch verloren was. Maar dus blijkbaar kunnen gewoon de upload op een ander moment hervatten. Goed gedaan, Google.